In de Spiegeltent op Stapelen werd zaterdag door de Lions Club Dommel N.A. weer een geweldige feel-good kindermiddag georganiseerd. Met een heuse dubbeldekker werden de kids naar de plaats van bestemming gebracht. Wie? Hebben jullie er allemaal ook zoveel zin in? Ja! Nou, ik ook. Dus laten we dan maar gauw beginnen met het eerste nummer. Hi! Wat heb jij daar nou weer? Mijn koffer. Ga je op vakantie? Nee. Maar wat moet je dan met zo'n grote koffer? Dat is een geheim. Ja, deze Feel Good Middag is een onderdeel van onze Lions Club, Lions Club Dommel N.A. Wij hebben per jaar twee evenementen. Eén evenement in november en een evenement in juni. Dat is dit evenement. En in dat evenement wordt een bepaalde groep uit de samenleving wordt in het zonnetje gezet. Ik maak er nu al voor een aantal jaar op een rij mee. Elk jaar is er ook een ander iemand die het initiatief toeneemt ten aanzien van Spondering. Maar wij zijn hier als voedselbank voor onze kinderen van de cliënten heel blij mee natuurlijk. Om voor een toch weer een ander dagje dan wat ze normaal gewend zijn in het dagelijks leven. Dus mooi circus, muziekje, hapje en een drankje. Ja, hartstikke leuk. Goed zo, ja, hè. Dit is een circus. Ga maar af. Maar wij hier bij het circus hebben een fiets met maar één wiel. Ja, die kent wiel. Ja, en weet je niet hoe dat heet? Precies. Het is de tweede keer dat we samen met Spiegeltent dit organiseren. En we hebben vrij veel aanmeldingen. We verwachten dat er 100, 120 kinderen aanwezig zullen zijn. En die hebben een voorstelling van het kindercircus Simsalabim-Bad Eindhoven. In de pauze treedt de Star Company op. Star Company zijn een aantal kinderen die erg succesvol zijn met zang. Daarna is er nog een workshop voor de kinderen. En als klap op de vuurpijl hebben ze nog krijgen alle kinderen pannenkoeken en een ijsje.